Lucas, wanneer komt je nieuwe video? Bramble, komt er ooit weer eens een nieuwe video van jullie allemaal? Dat soort vragen kregen wij. En hier is hij dan. Mijn naam is Lucas, ze noemen me Mobile Nature. En dit is een Adult Gaming Guild Wars 2. Oh jee. Ik ben echt een beetje bang dat deze video redelijk awkward gaat worden. Want ik heb al een tijdje geen video meer gemaakt voor jullie. Dus ik zit niet meer helemaal in mijn element als ik tegen een microfoon en een popfilter praat en een scherm. Normaal ben ik nu dus gewend dat als ik ergens tegenaan praat dat het ogen en een mond heeft en terugkijkt. Kleine uitzondering natuurlijk, want inmiddels... hebben wij hier dan op Natuurlijk Gaming de 400 subs bereikt. En daar zijn we jullie heel, heel dankbaar voor. En dat, ik snap dat het ook wel moeilijk is voor mensen om te blijven hangen op het moment dat wij een tijdje geen video's meer maken zoals nu. Dat heeft met twee dingen te maken dat wij geen video's meer maken op dit moment. Met één is dat ik nu examens heb. Ik zit in mijn allerlaatste jaar... gymnasium en op een gegeven moment wordt het voor mij ook wel weer tijd om dan klaar te zijn met school en ik heb er op een gegeven moment ook wel weer genoeg van. En de tweede heeft dat te maken met een artistieke dip, zou ik dat dan maar eventjes noemen. En dat is gewoon, ik weet gewoon totaal niet, misschien hoorden jullie iets vallen, ik weet totaal niet waar ik video's over moet maken, waar ik het over moet hebben. Dus ik heb maar bij deze dan besloten om eventjes... gewoon een video te maken over hoe het ermee zit, wat ik van plan ben te doen, wat wij van plan zijn te doen en wat jullie van ons kunnen verwachten. Ik snap dat er misschien wat speculatie is, die kreeg ik de laatste tijd ook een beetje door van mensen, dat ik geen video's meer maak omdat ik te druk ben met Chaos TV. Daar komen veel van de nieuwe subs vandaan, dat is voor degene die niet weten. De Challenger Series, en dat is een League of Legends toernooi voor de teams die net niet gekwalificeerd zijn voor de LCS in League of Legends. En daar shoutcast ik voor in het Nederlands. Kan je altijd komen kijken, is heel leuk. Chaos TV Dutch op Twitch. Ik vind het heel leuk om te shoutcasten. Maar dat is niet de reden dat ik minder doe. Want YouTube is altijd hetgene wat ik dan misschien wel het allerleukste vind om te doen. En ik zou nooit iets boven YouTube laten gaan. Ook al vind ik het nog net zo leuk zoals de Challenger Series. Challenger Series vind ik zeker heel, heel leuk. Maar YouTube vind ik uiteindelijk misschien toch net ietsjes leuker. Dus ik zal de Challenger Series niet voor YouTube laten gaan als ik daarvoor de keuze heb. Ik ben redelijk vaak live op de Challenger Series. Dus als je het leuk vindt om te komen kijken, dan kan je dat altijd gaan doen. Wat ik ook leuk vind om te doen, is Guild Wars. Guild Wars heb ik laatst herontdekt. Daar kijk je dan ook inmiddels naar als je dat nog niet door had. En Guild Wars, het is niet heel erg veranderd. Maar het is wel zo veranderd dat er zoveel leuke nieuwe dingen te doen zijn. En je keek ondertussen naar een missie die ik deed, waarbij ik iemand moest redden uit een laboratorium van de Arcane Council. Dit is mijn Azura-character Wispy. En ik heb laatst een Azura aangemaakt, dus deze Wispy, omdat ik meer support-achtige, damage-dealing-achtige figuur wou. En dat is dan hetgene waar deze Wispy dan aan moet gaan voldoen. En bovendien zijn de Azura gewoon awesome. Je hebt het aan het begin van de video kunnen zien. Azura zijn geweldig. Die kleine beestjes die zwaar arrogant zijn. En heel, heel slim. Er is gewoon niks beters dan dat. Verder zal je ook wat dingen kunnen zien. Zoals hier een soort jumping puzzle-achtig ding. Ik weet dat er een makkelijke manier is om deze te halen. Maar ik dacht, ik ga gewoon eventjes moeilijk doen voor de video. En dat heb ik dus dan ook gedaan. En dan krijg je uiteindelijk die Vista. En dat is een heel, heel mooi filmpje. En verder zou ik er misschien ook nog een skill challenge in plakken. Van een Ice Imp die ik heb gedaan. En een dynamic event waarbij we met z'n tweeën, ik en nog iemand anders die ik uiteindelijk niet kende. Maar waarbij we dus met z'n tweeën wat Griffioen, zo heette die beest in het Nederlands, eieren aan het verzamelen waren. En daarbij iemand moesten beschermen.
Guild Wars, er is zoveel nieuws en leuks om te doen. En toen ik er laatst weer eventjes naar ging kijken, omdat ik wat video's ervan had bekeken op de YouTubes, dacht ik, hey, dat is misschien toch best wel leuk. Dat is misschien eventjes iets om dan uiteindelijk opnieuw te proberen. En hier ben ik nu. Ik zit heel, heel veel Guild Wars te spelen. Als ik daar de tijd voor heb dan, naast mijn examens. Ik moet nog 2 examens, biologie en Frans. En dan is het klaar, over en uit. En zoals jullie misschien hebben gezien, heb ik bovenaan de channelbeschrijving gezet. Terug rond juni. Dus dat is misschien een beetje paradox dat ik nu een video maak. Maar ik wou gewoon eventjes laten weten dat we nog niet helemaal weg zijn aan de nieuwe mensen. Aan de oude mensen. Waarvan ik echt het volhardingsvermogen waardeer. Dat ze nog gewoon blijven hangen als oude subscriber. Op het moment dat wij heel lang geen video meer maken. Maar we hebben hele leuke ideeën voor op het moment dat wij echt in volle kracht terug zullen komen. Dus hopen dat jullie tot dan ook nog eventjes blijven hangen. Eventjes vasthouden aan dit soort kleine video's die ik dan maak. En ik ga nog proberen 1 video te maken rond 31 mei. Want dan ben ik jarig en ik ga op 1 juni ergens om 4 uur 's ochtends of zo ga ik naar Spanje. Het begin van mijn zomervakantie is dat voor velen van jullie waarschijnlijk nog niet helemaal. En begin jullie zomervakantie ietsjes later. Maar ik heb dit keer voor eenmalig heb ik een hele, hele lange zomervakantie. En dat wordt extra genieten. Waarbij ik naar allemaal verschillende landen ga hopelijk. Dan ben ik er ook weer een weekje tussenuit. Misschien gooi ik er nog gewoon een voorgeplande video. Een geplande noemen ze dat in het Nederlands. Ik was even het Nederlandse woord kwijt. Gooi ik er nog een geplande video in. Jullie gaan het allemaal wel zien. In ieder geval deze video nog rond het einde van mei. Nog een video. En dan rond juni komen in de volle gas terug. Dus dat is zeker iets om je naar uit te kijken. Vind je dit kanaal leuk? En dan hoop ik jullie daar allemaal te zien bij de grote heropening van Naturalis Gaming dan, om het zo eventjes te noemen. Ik ga jullie in ieder geval heel, heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En probeer Guild Wars eventjes overnieuw uit als je het een tijdje niet hebt gespeeld. Want er is zoveel nieuws om te doen als je dacht, hé, wat moet ik nu doen? En misschien zie ik jullie wel terug op Chaos TV Dutch, het Twitch kanaal. En anders kan je me natuurlijk altijd bereiken op Twitter als je een vraagje hebt. Als je denkt, hey, dit is misschien wel iets waar ik graag Nature zijn mening over wil hebben. Want ik vind het altijd leuk om mijn mening ergens over te geven. Dus denk je nou, hey, ik wil wel zijn mening hebben over het Koningslied. Waar ik een hele, hele sterke mening over heb. Maar die ga ik hier niet delen. Want dan krijg ik volgens mij al die nationalisten op mijn dak. In ieder geval, dat is een slecht voorbeeld. Maar als je denkt, ik wil jouw mening wel over iets hebben. Misschien iets relatiegericht. Daar ben ik niet de professional in. Dat ga ik wel eventjes toegeven. Maar ik kan wel altijd een mening erover geven. Dus wil je wat advies, wat mening, dan kan je die altijd aan mij komen vragen. Ik ben Nature van Tools Gaming. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.